goed, mensen, ik weet niet of jullie dat nou weten, maar vorig jaar had ik, dan duik ik ook uit, om te vragen of ik kon werken als vrijwilliger. En ja, dat was het antwoord, sorry, we hebben geen mogelijkheden voor. En nee, dus dan spreekt het antwoord nee. Helaas, binnenkaas, dat doen we niet, dus helaas. Toen heb ik gezegd van, joh, weet je, laat me zitten. En ik vind het jammer hoe hun reageerden. En dacht ik van, goh, duurt het een jaar, meer een jaar geleden, dacht ik. En toen had ik begin van het jaar weer gevraagd, dit jaar nog, begin van het jaar, weer gevraagd van, goh, Isaac, kan ik nog voor Isaac? Meneer die, ik heb eerder geprobeerd bij jullie te werken, voor willen werken. Zou dat altijd ook alweer nee? En dit dacht ik van, weet je wat dan? Weet je, dit is voor mij geen nee, het is gewoon voor mij. En ja, zo ik het zeg, maar ik heb er gewoon heel veel moeite mee als iets. Ik begrijp het wel, als het niet kan, dan kan het niet. Maar geef dan een beetje meer informatie erover waarom het niet kan. En waarom je nee zegt, en dat vind ik een beetje, daar heb ik een beetje moeite mee. En ik ben er niet erg om nee te horen, absoluut niet, maar wel van, joh, weet je, jongens, geef mij een kans om langs te komen, want we praten hierover. Dat hebben ze ook niet gedaan, dan kom ik, joh, laat me lekker. Toen heb ik teruggemeld van, joh, eigenlijk, moet je de reactie geven, ik heb niet verwacht of waar. Ik had er meer van verwacht, maar ja, en toen was het aan de vraag door van, joh, weet je, nog even, als ik al even doorgaat, dan is het, ja, dan is voor mij gewoon klaar, eigenlijk. En dan nu ben ik weer van, joh, weet je, jammer, dat ze zo reageren op mij. Nogmaals, ik begrijp het wel, de ding, maar ook weer niet eigenlijk. Ik begrijp het ook weer niet, maar ja, waarom doe ik van, joh, weet je, waarom moet het zo moeilijk zijn om mij te vragen, kom een keer langs, Isaac, kom een keer langs over praten, hoe je dat zou willen zien. Dat is allemaal nee ervan en ja, ik had zoiets van, joh, laat me lekker gaan, laat me lekker lopen, toen heb ik van, joh, weet je. Ik vind het een beetje vervelend. Ik ben het niet vervelend, maar wel van dat je denkt van, jongens, het is een beetje vervelend voor mij. Maar gewoon vaak in de herhalingen denk ik wel, dus een excuus ervoor. En ja, ik is gewoon, ze begrijpen het wel uiteraard, maar ook weer niet. Ook weer, ik vind van, joh, jongens, dit kan anders. Dit kan sowieso anders. Dan op mijn andere. Om met een handicap reageren, dan zo. Ik doe niet hoe ze het hebben gedaan. En ja. En aangezien ik dacht van, laat me lekker zitten. Laat ik het ook niet echt zitten. Laat ik het nu ook echt gaan. Als het heeft geen enkele zin om dat te blijven doen. Bij Codarts. En zin om het een keer bij iets anders te doen. Op dit moment even niet. Daar ben ik een duidelijk gevoel van. Dus ook mensen die gelijk nee zeggen en die nog geen kans krijgen om te komen kijken in ieder geval. Of met de moeilijke persoon te kletsen hierover. Er is er geen kans voor of geen kans over. Dus zodoende is het gewoon helemaal klaar nu. Dus van je weet, vind je het leuk? Doe dan nog een duimpje omhoog. Vergeet niet 100 te abonneren als je nieuw bent. Dan zie je elke zaterdag een nieuwe video om 11 uur. En zeg maar eens maar. Tot de volgende.